IJsbaan Twente in Enschede heeft een leuke primeur. Bob de Jong maakte zaterdag zijn debuut in de KPN Cup. Dat zou eigenlijk zijn eerste marathon worden voor het BAM schaatsteam. Maar een paar dagen eerder stond hij er ineens al op natuurreis. Ja, een beetje een bijzondere wending gekregen. De planning was om Enschede in mijn debuut te maken. Maar de afgelopen maanden mochten we op natuurreis al aan de gang. En Noord-Laren en Haaksbergen ook al gehad. Hoe beviel dat? Ja, fantastisch om op natuurreis te kunnen rijden natuurlijk. En ja, dan meteen drie in vijf dagen tijd. Ja, mooi werk. Helaas maandag wat pech. En dan zie je gewoon donderdag en vrijdag dat je ja, volgens mij heb ik gewoon goed mee kunnen rijden. En mijn ding kunnen doen. En ja, niet voor de overwinning meedoen. Maar dat had ik ook niet verwacht. Kan je er ook van genieten? Ja, nou ja, dit weer geniet ik sowieso van. En dan kom je met een clubje, ga je over een baantje heen rijden en genieten van een ijsvloer. En ja, daar geniet ik zeker van. Ja, absoluut. En Bob de Jong verstopt zich niet. Hij mengt zich zelfs in de tussensprints om punten uit de strijd te halen voor zijn afwezige ploeggenoot Jorrit Bergsma. Met het nummer 17 dat ooit toebehoorde aan de befaamde Rob van Mechelen, toont de Jong aan dat hij wel eens een aanwinst voor het marathonpeloton kan zijn. Dat hij de slag mist, is hem nauwelijks aan te rekenen. 17 mannen gaan er in de levendige wedstrijd vandoor en nemen een ronde voorsprong. Een aantal van hen waagt zelfs een tweede poging, maar dat mislukt, waardoor de 17 uiteindelijk de finale ingaan. Daarin sprint Carlo Timmerman weer naar de winst. Drie dagen geleden stond de teller voor hem nog op nul. Nu heeft hij drie zegens. Ja, fantastisch. We hebben lang er tegenaan gezeten met de ploeg. Ja, nu pak je er dan gewoon drie achter elkaar. Dat is gewoon fantastisch van de ploeg. Ja, waren we nodig, maar nu zijn we natuurlijk helemaal zo blij. Valt dan opeens alles op zijn plek? Ja. Ja, er ging heel veel fout en van die ene foute wedstrijd hebben we veel van geleerd. En de bende misschien een beetje het team gewoon goed lekker op scherp gezet. En nu hebben we echt gewoon iets te vieren met drie overwinningen. En dan valt het op zijn plek. Ja, en dan draait alles ineens super. Ja, die jongens hebben gewoon zo geweldig voor me gewerkt. En die rijden zich echt het zaakje uit de broek. Ja, en als ik dan het nog kan afmaken, dat is natuurlijk fantastisch. En de manier waarop je het afmaakt is indrukwekkend, want je bent heel snel momenteel. Ja, het gaat echt lekker. We hebben de piek een beetje het tweede deel van het seizoen gelegd. Concurrenten van de BAM, Renault, ja, die hadden al een NK afstand. Dat hebben wij natuurlijk niet gedaan, al die lange baan. Ja, dat is ook vermoeiend, zijn nu aan het trainen. Ja, nu een beetje piek hier. En ja, in Oranje 50 punten voor, dus dat hoop ik echt vast te houden. Je concurrenten van BAM en Renault op Tenerife, je loopt gelijk flink uit in het klassement. Ja, vandaag was het misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Hun waren er niet, ja, en ik wil het klassement winnen. En ja, wie er niet is, kan je niet verslaan. En daar maak ik gebruik van en optimaal gedaan, denk ik. En Bob de Jong, die heeft een treffende omschrijving voor zijn optreden. Heftig. Ik ging even vlotter dan van de week. De snelheid zat er goed in. En, nou ja, ik heb voor mij vooral gericht op het werk. Geprobeerd om mijn punten weg te halen. En Carlo in ieder geval aan het sprinten te zetten. Ja, dat is in ieder geval aardig gelukt. Dus, daardoor ga je echt drie keer helemaal naar de kloten. Het was vlak voor tijd ook helemaal op, hè, bij je. Ja, 50 ronden te gaan zat ik er ook een keer helemaal doorheen. En net op dat punt zie ik, als ik toen 30 meter achter het peloton reed, peloton stilvallen. Nou, dan spring ik nog weer naartoe. En toen kon ik net weer een beetje herstellen en nog een sprintje meepakken. Ja, dan probeerde ik nog een keer bij te blijven. Het tempo bleef erop en het was echt wel op beurt. Smaakt wel naar meer? Ja, gewoon meer wedstrijden rijden, meer ervaringen opdoen op de tempo. En dan, ik heb niet het idee dat ik hier voor niks gekomen ben.